De Groningse zakenvrouw Joke van der Ven is uitgeroepen tot de vrouwelijke ondernemer 2008. Ze zette in 2004 haar eerste bedrijf op, www.briefopbestelling.nl. Hier kunnen mensen per internet een brief bestellen. Dit werd zo'n succes dat Joke van der Ven nog eens 2 internetbedrijven opzette. Van der Ven heeft in totaal 160 mensen in dienst en haar bedrijven zijn inmiddels ook internationaal bekend. De award De Vrouwelijk Ondernemer kreeg Van der Ven onder meer om haar lef en originaliteit. We zijn in, noem het maar, februari 2004 begonnen, dus dat is 4,5 jaar geleden. En in die tijd hebben we brief op bestelling in Nederland echt op de kaart gezet. We zijn voorlopig, sinds vorig jaar zijn we ook bezig in Duitsland. We starten in België en in Engeland. En we hebben alle voorbereidingen zijn we aan het treffen om ook in China te gaan beginnen. En dat gaan we dus februari volgend jaar doen. En dat is brief op bestelling. Daarnaast hebben we nog 2 bedrijven. Dat is It's My Turn, outplacement via internet. Dat is eigenlijk logisch gegroeid uit de brief op bestelling. En daarnaast nog It's My Business. En dat is het online begeleiden van startende ondernemers. Ook haar visie en volharding om een succes te worden heeft een grote rol gespeeld in de toekenning van de award. Als je ondernemer bent en je wil echt je bedrijf laten groeien, dan moet je wel volhouden. En niet opgeven als er een opdracht niet even snel binnenkomt. En dat kan ik denk ik wel. Als ik ergens de tanden inzet, dan zet ik ook door. Dat is ook ondernemen zijn eigen, hè? Ja, maar daarom is het denk ik ook niet gegeven aan iedereen om ondernemer te zijn. Want het vraagt best wel veel van jezelf. En dat moet je kunnen. Je moet ook teleurstellingen op kunnen vangen. Je moet ook tegen tegenslagen kunnen. En je moet er tegen kunnen dat je niet weet wat je omzet volgend jaar zal zijn. De award werd voor de 4e keer uitgereikt.